Oké, okay, als je deze video bekijkt, ben je waarschijnlijk net zo gespannen voor je examens als ik. Nee, valt wel mee. Ik ben maar klein beetje gespannen. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik het hebben over de examens. Ze komen eraan. Over een paar weken is het zover. Ik moet examen doen. En jij misschien ook, waarschijnlijk wel als je dit kijkt. En vandaag wil ik je een heleboel tips gaan geven rondom de examens. Let trouwens niet op mijn verkouden hoofd en mijn verkouden stem. Het is weer zover. Oké, ik ga meteen beginnen met de tips voor de examens. En het allereerste wat ik tegen je wil zeggen is... De examens worden altijd gezien als echt een big thing. Echt, veel mensen zijn er super bang voor en gestrest en zo. Maar als je er eens bij nadenkt, dan is een examen is eigenlijk gewoon een toets... Zoals je die normaal ook al hebt gehad. De stof die je hebt gehad, die je krijgt op het examen, heb je allemaal al een keertje gehad. Het is eigenlijk gewoon een hele grote toets. Maar op zich, als je het hele jaar hebt meegedaan, afgelopen jaren, telkens bent overgegaan, dan zou je je examen gewoon moeten kunnen halen. Als je eenmaal gaat beginnen met het leren voor je examens, dan is het handig om per vak eventjes te kijken van, oké, hoe sta ik ervoor? Wat vind ik nog heel lastig? Waar moet ik echt nog veel aandacht aan besteden? En aan de hand daarvan kan je kijken wat je de komende weken moet gaan leren. En kan je een soort planning opstellen. Dus kijk eventjes naar welke vakken je echt nog veel moet doen. En voor welke vakken je zoiets hebt van ja, dat ga ik echt wel halen. Nou, als je dan eenmaal weet voor welke vakken je nog veel moet doen, hoe ga je dan leren? Nou, dat was een vraag waar ik zelf ook best wel een beetje mee zat. Maar wat denk ik heel handig is, is sowieso... Als je nog samenvattingen hebt van vorige jaren, om die te gaan leren. Ik heb zelf alle jaren heel veel samenvattingen gemaakt, dus ik ga die gewoon opnieuw bekijken. Dus heel veel stof gewoon herhalen. En wat ik ook ga doen is oude examens maken. Want als je oude examens maakt, dan weet je als eerste weet je hoe een examen eruit ziet, wat je kan verwachten. En daarnaast weet je ook op welke onderdelen je niet zo hoog scoort en waar je dus nog veel aan moet doen. Waar ik zelf veel last van heb, is dat ik leren heel snel saai vind. En ik zal vast niet de enige zijn. Wat bij mij heel goed helpt, is om van plek te wisselen qua leren. Dus de ene keer zit ik aan tafel, de andere keer zit ik in de woonkamer in een stoel, de andere keer zit ik op mijn eigen kamer. En soms zelfs pak ik mijn samenvatting erbij en ga ik gewoon naar buiten. Ga ik gewoon lopen. En terwijl ik loop met die dreun, zeg maar, stamp ik het in mijn hoofd. En voor mij werkt het echt super goed. Dan doe je nog eens een beetje iets terwijl je leert. Het is zelfs bewezen, geloof ik, dat als je beweegt, dat je dan beter dingen op kan slaan. Dus probeer een beetje van plek te wisselen en ga naar buiten. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe oorpiercing? Cool, hè? Het is gewoon een neppert, maar I like it. Als de examens eenmaal daar zijn, hebben veel mensen de neiging om vlak voor het examen echt nog tot 1 uur 's nachts te gaan leren of zo. Maar wat ik je aanraad is ga op tijd naar bed. Want als je echt tot super laat in de nacht door gaat zitten leren, daar word je gewoon echt niet beter van. Ten eerste, je slaat echt bijna niks meer op. In dat laatste uurtje voor je examen, terwijl je al weken hebt kunnen leren op zich. En ja, je wordt er ook gewoon moe van. Dus ga gewoon lekker op tijd naar bed, zodat je goed uitgerust bent. Maak je trouwens ook niet al te druk om stress. Want iedereen heeft voor zijn examens wel een beetje stress. En het is ook echt niet gek als je gestrest bent. Probeer het gewoon te accepteren en te denken, oké, ja, tuurlijk, het is spannend. Want ja, het hangt er vanaf, zeg maar. Er hangt iets vanaf. Wat hangt er vanaf? Of je overgaat. Ja, dus dat is best wel spannend. Stress is dus hartstikke normaal, maar probeer er niet op te focussen. Ga er gewoon in en maak die examens. Als de dag van je examens echt is aangebroken, maak het jezelf vooral lekker gemakkelijk dan. Ontbijt goed, dat is altijd belangrijk. Doe fijne kleding aan, neem wat lekkers mee voor tijdens het examen wat niet kraakt. En dat is heel irritant. En zorg gewoon een beetje goed voor jezelf. Als je examens zijn begonnen en je zit in een examen en je weet het antwoord niet, raak niet in paniek. Er zullen altijd antwoorden zijn die je niet weet. Daar zijn de examens op gemaakt, om te filteren welke mensen er genoeg weten en welke niet. Dus raak niet in paniek en probeer gewoon eerst door te gaan naar een vraag waar je het antwoord wel van weet. En dan kun je aan het eind gewoon alle vragen die je niet weet, kun je alsnog iets gaan invullen. Oké, als afsluiting nog 1 laatste tip voor als je net als ik soms helemaal gek wordt tijdens het leren. En gek wordt van dingen die je niet kunt doen, waar je geen tijd van hebt.
maak een bucketlist aan met dingen die je na je examen wilt doen. Dus als je tijdens het leren denkt, oh, ik wil zo graag dit doen, schrijf het in je bucketlist en verheug je er gewoon op dat je na je examens alles kunt doen wat je leuk vindt. Dit waren mijn tips voor de examens. Als jij ook tips hebt, laat ze vooral even hieronder achter. Want dat is gewoon heel leuk om te lezen en dan kunnen we elkaar ook een beetje helpen. En doe je duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je later weer. Doei doei!